Ja, waarom ik in Duitsland train. Dat is eigenlijk redelijk eenvoudig uit te leggen als je alleen al de schietsport in Duitsland met de schietsport in Nederland vergelijkt. De Nederlandse bond heeft ongeveer 44.000 leden. Vergeleken met de Duitse bond, waar miljoenen schutters aangemeld zijn. Elke woensdag dan rijden we met de selectie naar Dortmund toe. Dat is, zoals je op de achtergrond ziet, een hele grote hal waar we over de 100 schietpunten hebben. Het niveau van de schutters, omdat ze er veel meer hebben, is uiteraard ook veel hoger. Dus als je een beetje tegenstand wil hebben en van de best mogelijke faciliteiten gebruik wil maken, dan kom je al snel in Duitsland uit. Toen ik begon met schieten ben ik al snel naar een club in Aken, wat bij mij net over de grens is, uitgeweken. Later in mijn loopbaan kom je dan uit nog voor mijn huidige Bundesliga-team in Düsseldorf, wat ook nog op rijdbare afstand is. En nu trainen we met de nationale selectie in Dortmund. Dus ja, Duitsland speelt wel een grote rol. Het verschil tussen de accommodatie zoals deze hier in Duitsland en de gemiddelde verenigingsaccommodatie in Nederland is behoorlijk. In Nederland trainen, wordt heel vaak nog getraind op de ouderwetse banen, dus gewoon een papieren schijf waar je op schiet. Vaak de baan is niet zo heel groot opgezet. Als je dan vergelijkt hier, we hebben hier alle apparatuur die je nodig hebt. En zo zijn er nog meer zaken die hier voorhanden zijn op de vereniging die je in Nederland niet hebt. Deze voordelen allemaal zorgen ervoor dat we elke woensdag weer met veel plezier naar Duitsland gaan trainen.